Helemaal. Ik sta nu bij het waterschap Hollandse Delta bij de kerk. En ik heb net mijn gesprek gehad met Philip Wolfert en Kees Becker. En daar heb ik met hem besproken over wat kan ik eigenlijk doen voor mijn vlog. Want ja, dat willen we natuurlijk wel weten. Ik had twee projecten om uit te kiezen. Eentje gaat over het nieuwe keerbesluit. En de andere gaat over het gemaal Putten bij Hekelingen. Besloten om over het gemaal Putten bij Hekelingen te hebben, omdat het daar gewoon wat meer over kan hebben. En het nieuwe keerbesluit is toch best een groot gebied. En één gemaal is toch wel makkelijker te filmen dan 10 kleine verschillende grote plekken. Dus gemaal Putten, hartstikke leuk. En ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Hier achter zit het Waterschap Hollandse Delta. Ik ben hier omdat ik straks een gesprek heb met Philip Wolfert. En dan gaan we het hebben over het gemaal Putten, hoe het is ontstaan en wat die vissenpassage eigenlijk voor nut heeft erin. Gaan we zien in het volgende interview. Mijn naam is Philip Wolfert, inmiddels 25 jaar werkzaam bij het waterschap in september. Dat is al een hele lange tijd. Oorspronkelijk vanuit het waterschap, de waterschap de Belisse Dijkring, voor naar Putten. Rozenburg was vroeger het beheersgebied. Dat is 10 jaar geleden ongeveer gefuseerd naar Waterschap Hollandse Delta. En mijn functie is projectmanager, programmamanager van met name de waterprojecten binnen dit waterschap. Dus alles wat met waterbeheer te maken heeft. Ik doe met name de projecten op Voorne Putten, Rozenburg en Goeree-Overflakke. En daarnaast ben ik ook nog programmamanager van de compenserende maatregelen van het kierbesluit. Nou, dat klinkt als een hele mond vol. Op dit moment, en dat zei ik net al, werkt u zeg maar ook bij de sluizen, bij het HFV, waar u de sluizen zeg maar, op een keertje gaan zetten. Maar hiervoor heeft u dus meegewerkt tot het stand brengen van het nieuwe gemaal Putten. Hoe ging dat eigenlijk om te werk? Ja, dat klopt. Vanuit het oude waterschap waren eigenlijk al plannen zeg maar, voor het hele beheersgebied. En dat had met name te maken dat de gemalen eigenlijk wel dusdanig oud waren dat ze gerenoveerd moesten worden. En omdat ze een beetje ook uit dezelfde periode komen, was het toch wel een heel lastig iets, grootschalig voor het waterschap. Okay. Daarnaast kregen we te maken met de NBW, het Nationaal Bestuursakkoord Water, waar we waterberging in moesten graven. We kregen te maken met de kaderrichtlijn water uit Brussel. Ja. En het achterstallig onderhoud, waaronder baggerwerk en grootschalig onderhoud aan de gemalen. En als dat zo is en je kijkt naar een bepaald gebied op Putten, zeg maar. Het is een echt begrensd tussen Oude Maas, Spui en de Bennisse. Mm-hmm. Dan ga je toch anders kijken naar zo'n project. En dan ga je denken aan een gebiedsplan. Ja. En ga je toch kijken, willen we dit nog wel in stand houden? Of... Waarom wordt het gemaal straks specifiek aan Schuddebeursdijk ingezet? Ja, dat is ook heel makkelijk. dat is al van oudsher dat de gemalen op het laagste punt gebouwd worden. Waterschappers hebben een bloedhekel aan het oppompen van water. Alles wat onder een vrij verval naar een gemaal toe loopt is pure winst van het waterschap. Precies. Daar hoef je dus niet te pompen. En waarom nu die specifieke locatie? Daar heb ik een ander kaartje voor meegenomen. Hier zie je in ieder geval de zuidkant. Het was in ieder geval een opgave dus om aan de zuidkant aan het spui neer te bouwen. Mm-hmm. Er was eigenlijk geen plaats mogelijk zeg maar, bij gemaal de Biersum. Dat zit hier aan de Oude Schuddebeurse Dijk. Daar was gewoon het watergangstelsel was daar niet voor gemaakt. En we hadden ook huizen op het gemaal. Okay. Dan is de andere locatie is gemaal de Verharding. Ook daar hebben we te maken met een huis op het gemaal. Plus een leidingstraat vanaf Antwerpen naar een Europoort. En er liggen alle transportleidingen die je maar kan bedenken van gas, olie. Alles ligt daar langs. Ja. Dus dat betekent een enorme... als je daar watergang moet verbreden, moeten al die leidingen nagepast worden. Mm-hmm. Dat duurt jaren. Ja, ja, ja. En kost echt miljoenen. Mm-hmm. En vandaar dat we eigenlijk toch een afweging gemaakt hebben van joh, als we nou gaan bouwen op een nieuwe locatie, wat voor voordelen levert dat nu op? Ja. En uiteindelijk zijn we gekomen zeg maar, tot de nieuwe locatie. Nou, hier is dan de nieuwe locatie en hier is dan zeg maar het oude verhardingsgemaal. Ja.
Nou, wat vond u eigenlijk het leukste of wat bent u nou meest trots op bij het helemaal te zon brengen van het nieuwe gemaal? Ja, dat is niet het gemaal zelf. Okay. Dat het zou misschien wel verwachten, maar dat is dus niet zo. Nou, gaat er ook heel veel van tevoren pas. Echt gewoon de gebiedsbenadering, zeg maar. Echt een programma maken waar je alle problemen in het gebied oplost. Ja, ja, ja. En, het gemaal is het sluitstuk. Ik heb zelf op een gegeven moment ben ik, omdat ik de compenserende maatregelen moest doen, moest ik het project van de nieuwbouw van het gemaal, dus mocht ik niet zelf meer doen, dat kon ik er niet meer bij doen. Maar in de tussentijd heb ik wel gemaal De Vooruitgang, en dat is een gemaal uit 1878 heb ik gerenoveerd. Okay. Dat is mijn laatste project geweest, dus ik heb eigenlijk het hele gebied waar ik zelf woon, zeg maar, heb ik opnieuw herzien, waterstaatkundig. Alleen ja, het nieuwe gemaal, zeg maar, de kroon op het werk, heb ik niet zelf mogen afronden. Ik heb nog twee vragen, die gaan eigenlijk over de nieuwe vispassage die door het gemaal Put komt te liggen. Nou ja, door de maatregelen vanuit de Europese kaderrichtlijn water zijn er dus ook nieuwe vispassages in het gemaal geïntegreerd. Wat voor het verschil maakt de vispassage eigenlijk in het gebied? Ja, het is nu zo dat als je kijkt naar het watersysteem op voor de putten, wij laten nu water in via de beneste inlaat. Mm-hmm. Dat is dus aan het spuit. Dat is een heel belangrijke inlaat. Dan laten we 23 kuub per seconde laten we daarin. Ja. En daarmee transporteren we dus water voor de industrie, maar ook voor Delftland, maar ook voor Voorne en Biek. Nee. En wat we eigenlijk met het hele vist, met het nieuwe gemaal doen, is gekeken van welke vis zit er nu. Dus we hebben van tevoren het hele gebied onderzocht en gekeken naar maatregelen, zeg maar, die visvriendelijk zijn. Heeft het ook überhaupt wel nut om zo'n gemaal visvriendelijk te maken? Nee, want het kost heel veel geld, extra geld. En uiteindelijk bleek dat wel zo. En een van de conclusies uit het rapport was dat de vis dus wel in het gebied kan, maar er niet meer uit. En vandaar dat we eigenlijk hebben gekeken van kunnen we die pompen niet visvriendelijk maken? Mm-hmm. Het zijn drie pompen. En we hebben ook gekeken van, nou, als de vis dan van buiten naar binnen kan, moet het ook voor de vis mogelijk zijn dat ze heel makkelijk van binnen naar buiten kan, moet het ook heel makkelijk zijn om van buiten naar binnen te komen. Ja. Dus dat ze alle twee de kanten op gaan. En dit gemaal heeft daar een aparte leiding voor. Dus zometeen loopt er vanuit het spuit een leiding naar binnen toe, waardoor de vis naar binnen kan en de pomp, door de pomp gaan dan de vissen weer naar buiten. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Nu kunnen de vissen dus makkelijker in en eruit. Dat zal zeker betekenen dat er dan ook nieuwe soorten in het gebied kunnen komen. Verwacht u dit? En zo ja, is dat dan, zijn die dan bijzonder? Of? Nou, dit is, uit ons onderzoek is gebleken dat er niet heel veel bijzondere vissoorten zitten. Waar we wel mee te maken gaan krijgen is natuurlijk het kierbesluit. Ja. Dat wordt dus 2018 gaan de Harivlietsluizen op de kier om de vistrek te bevorderen. Mm-hmm. En dat zou dus kunnen betekenen dat er wel wat speciale soorten naar binnen komen. Alleen wij verwachten niet dat die uiteindelijk het spui op zullen trekken. Oké. Driedoornige stekelbaars, dat zijn toch wel de primaire soorten, zeg maar, in de polder. Mm-hmm. En als je kijkt naar het kierbesluit, dan heb je het echt over zalm of forel. Wat echt van zout brak naar een zoet gebied trekt. Ja. En dus ik verwacht daar weinig veranderingen in. Oké. Dat waren wel eigenlijk al mijn vragen. Je ziet er trots uit. Ja, ja, dat is ook een mooi, heel mooi project geweest. Absoluut. Ja. Dank u wel voor het interview. Oké, alsjeblieft. Hier zijn we weer. Achter me zie je weer het Waterschapsponds Delta. Beter weer dan de vorige keer. Gelukkig. Ik heb straks een gesprek met Kees Becker en dan gaan we hij is de projectleider. En dan gaan wij het hebben over hoe is het project eigenlijk gegaan en zijn er nog obstakels geweest en hoe vindt hij het eigenlijk? Is het wel een leuk project? Dat gaan jullie in het volgende interview zien. Fijn dat u tijd heeft om te zijn bij dit interview en u gaat ons iets vertellen over het project is verlopen de afgelopen tijd. Maar voordat we daar beginnen, introduceer je mezelf? Nou, mijn naam is Kees Becker en ik ben projectmanager van de bouw van Nieuw Gemaal Putten. En dat betekent eigenlijk vanaf dat ik
De planfase was gereed. Het ontwerp lag er en ik heb het project opgepakt vanaf dat punt. Dat er een bestek van gemaakt moest worden en dat we het realiseren. Kunt u uitdagingen die u tijdens het project moet tegenkomen? Was er één in het bijzonder? Ja. Nou, de eerste uitdaging was al het bestek maken. Want het ontwerp wat er lag was nog niet zo ver uitgewerkt dat we er al een bestek van konden maken. Dus we hebben het eerst nog helemaal moeten uitdetailleren. Dat heeft het adviesbureau Royal Haskoning voor ons gedaan. Dat hebben we eerst aanbesteed en die hebben ook het bestek gemaakt. Daarna hebben we het aanbesteed voor de uitvoering. Ja, en een grote uitdaging daarvan is eigenlijk dat naast het gemaal is de dijkversterking aan de gang. Ja, en onze projecten moesten toch wel aansluiten. Dus wij hadden netjes in het plan de aansluiting op de nieuwe dijkversterking in het plan gemaakt. Maar later bleek dus dat die plannen van de dijkversterking helemaal werden veranderd. Dus zij gingen een heel ander ontwerp maken. Ja, dus dat paste weer niet bij ons. Het gemaal is zo ontworpen dat jullie willen dat het de aandacht trekt. Waarom is daarvoor gekozen? Ja, nou, voor het waterschap is dit eigenlijk ook een uniek project. Want voor zover ik weet is de afgelopen 30 jaar geen nieuw gemaal meer gebouwd. We hebben wel een heleboel gemalen staan die dan wel gerenoveerd zijn. Maar echt totaal nieuw gemaal, dat is gewoon uniek meer. En nu is het eindelijk zover dat er een heel waterplan op het eiland Putten gerealiseerd wordt. En ja, twee gemalen waren aan het eind van hun levensduur. Dus ze zeggen, oké, we laten die twee gemalen die gaan kunnen vervallen. En we bouwen één groot nieuw gemaal. Dus dat is eigenlijk wat er nu aan de hand is. En daar zijn we nu mee bezig. Oké, ja. Duidelijk. Welke stakeholders zijn er betrokken bij het gemaal Putten? Als hoofdstakeholder zijn we het waterschap uiteraard. We hebben ook nog te maken met Rijkswaterstaat. Die heeft een subsidie ter beschikking gesteld vanuit de KRW-richtlijnen voor het visbaseerbaar maken van het gemaal. Mm-hmm. Dus dat betekent dat we ook een vishevel ernaast gaan aanleggen daarvan, van dat geld. Ten eerste worden de pompen al visvriendelijk uitgevoerd. En we leggen ook nog speciaal een hevel aan, dat door de pompen, de vissen kunnen door die pompen gaan ze naar het spui in, naar de buitenkant. Mm-hmm. En door die vishevel kunnen ze weer naar binnen. Worden ze min of meer opgezogen weer naar binnen. Dat wordt echt gesubsidieerd door het Rijk. Dus die zijn een grote stakeholder. Okay. Een derde stakeholder is eigenlijk de eigenaar van de grond waar we nu het gemaal bouwen. Die heeft aardig wat grond in moeten leveren. Want wij hebben ook voor de watergang die naar het gemaal toegegraven is, die ligt er inmiddels, die 40 meter breed. Ja, dwars door zijn, over zijn perceel. Dus je kan wel nagaan, zijn perceel ligt in twee helften. Plus dat hij nog een strook over, 500-600 meter, 40 meter breed kwijt is. Oké, dank je. Ja, het was wel de hoofdkern en het klinkt allemaal heel erg duidelijk. Dank je wel voor het interview. Oké, graag gedaan. Helemaal, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie mijn vlog leuk hebben gevonden. Ik vond het echt onwijs gaaf om te maken. Als afsluiter heb ik een timelapse gemaakt over een periode van ongeveer 6 weken. Zo rond de maand mei april. Ik hoop dat jullie me leuk vinden en veel kijkplezier. Enjoy!
Oh,